Eefje en Jaap onderweg kunnen er geen genoeg van krijgen. Ook al is de prijs al binnen, nog dagelijks wordt elk detail in de tuin bijgeknipt. Vooral de buxussen krijgen de aandacht die ze verdienen. Met als kroon op het werk de twee trouwringen. Ja, ja, ik ben heel trots. Ja, groots. Echt. Echt apart. Dat kan halen als we normale mensen is. Ja, en dan zo'n tuin hebben, dat is gewoon apart. Dat is heel mooi. Eefje en Jaap werken dagelijks uren in hun tuin. Maar dan heb je ook wel resultaat. Een tuin waar volgens de keuringscommissie alles aan klopt. Alle 9 keurers die van buiten het Vreewijk komen, die hebben hem allemaal hoog gewaardeerd. 8, 9, 10, dus daar kun je van nagaan. En dan kom je zo aan een dikke 500 punten. Steeds meer Vreewijkers doen mee aan de wedstrijd om het mooiste tuintje. Met als gevolg dat de ene tuin nog mooier is dan de andere. Deze van de familie Van Dam kwam op de tweede plaats. Die van de familie Van Meel op de derde. Maar opvallende afwezigen dit jaar zijn de 8-voudige kampioenen Jopie en Ben Bout. Dit jaar hadden ze even geen zin om mee te doen. Ik heb zelf kunnen constateren, na de papieren, vorig jaar, dat ik dus onterecht van mijn kroon ben gestoten. Onvakkundig, omdat als je dus zeg maar mensen zo ziet staan en kijken, wat moet ik in vredesnaam voor die tuin geven hier? En dan was er ook een medekeurder en die staat naar boven te wijzen, daar naar die bloembak. En die zegt van, meneer, wat is dat? Dat bleek achteraf een architect te wezen. En ik zeg, ja, dat is een knolbegonia. Ja, dan ga je slikken. Dat vraagt om uitleg. Dus terug naar de jury. Geef ik geen antwoord op. Waarom niet? Nee, dat is voor mij een gesloten boek. Geen commentaar dus. Jaloezie, vriendjespolitiek, onkunde, wie zal het zeggen? Maar dat de emoties hoog oplopen in Tuindorp Vreewijk mogen duidelijk zijn. Zolang de gezonnetjes er maar niet onder lijden. Want tuintjes zoals deze zijn pas de echte spelbrekers in de buurt.